to see that so many of you have accepted this process that has been prescribed in the Vedas so sincerely. Ik ben erg blij om te zien dat zoveel van jullie dit proces hebben omarmd. That you have accepted it so sincerely. En dat jullie het zo serieus hebben geaccepteerd. I'm sorry. So, and I'm very happy to be here this evening. Ik ben erg blij om hier vanavond te zijn. Actually, when I decided to come to Holland, I contacted Shyamasundara Prabhu and I told him that I'm coming to Den Haag, his program. Eigenlijk toen ik had besloten om naar Nederland te komen, had ik contact opgenomen met Shyamasundara. Another reason for coming to this program, to Den Haag also, that I got to know that the government has given us some land to build the temple and government is giving the help. So that's why I thought that it is very important. And especially, Rida Chaitanya Prabhu just requested me to come and see the land. So I thought of coming here and having a program as well. Een andere reden voor mij om hier naar Den Haag te komen is dat ik had begrepen dat de Nederlandse regering en overheid dus een stuk land ter beschikking had gesteld om hier een tempel te laten bouwen. Originally our program was to come first and see the land and then come here. Oorspronkelijk was het programma eigenlijk om eerst het land te zien en dan hier naartoe te komen. But everybody brought me here first. Maar iedereen heeft me hier naartoe gebracht. So that's why I told Shyamasundara Prabhu that I will go now that I have come here. Let's do the program, and after the program I'll go and see the land. Daarom heb ik Shyamasundara Prabhu verteld dat we laten we eerst het programma hier houden en daarna gaan we het stuk land zien. I remember in summer in Holland. The sun stays up till 11 o'clock. Ik herinner me dat in Nederland de zon opleeft tot iets van 11 uur 's avonds. 11 or 10:30. Anyway, we have plenty of time. So we'll after the program we'll go and see them. Na het programma gaan we de tempel bezichtigen en gaan daar naartoe gaan. Srila Prabhupada went to America in 1965 at the age of 70. Srila Prabhupada is naar Amerika gegaan in 1965 op een leeftijd van 73. At the age of 70. Oh, 70. So and Srila Prabhupada went there without any money, without any support, without any patronage. En Srila Prabhupada is daar naartoe gegaan zonder geld, zonder enige steun. Ja, oké. So, and then within 10 years time, Srila Prabhupada built how many temples? How many of you know? Please raise your hands. Okay. So, how many temples Prabhupada built? Within? 10 years. Within 10 years time. So, that is Srila Prabhupada's spiritual potency. From nothing, Srila Prabhupada built. Srila Prabhupada not only spread this movement all over the world, but he established 108 temples in all the major cities of the world. Dat is het spirituele vermogen van Srila Prabhupada. Uit helemaal niets heeft hij 108 tempels weten te bouwen. En daarnaast ook nog het Krishna-bewustzijn over de hele wereld weten te verspreiden. So, now we have to consider that Chaitanya Mahaprabhu wanted this movement to spread in every town and village all over the world. En nu moeten we inzien dat Chaitanya Mahaprabhu wilde
de missie is verspreiden over de hele wereld, in ieder dorp en ieder stad. So, this is Chaitanya Mahaprabhu's prediction, and it's bound to happen. Dit is Chaitanya Mahaprabhu's voorspelling, en het zal zeker uitkomen. Why it is bound to happen? How many of you think you know why it is bound going to happen? Waarom zal het uitkomen? Hoeveel van jullie weten dat? Raise your hand. Steek je vinger. Okay. Yes, you tell me why it's bound to happen. You. Okay, you tell me. Very good. Very good. Because it is the desire of Chaitanya Mahaprabhu. Who is Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Wie is Chaitanya Mahaprabhu? Hij is de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Now, is the word of God going to go in vain? Will God's word will ever go in vain? No. Zal God's woord ooit te vergeefs zijn? Okay. No. 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 So when he said it will happen, it's going to happen. Wanneer hij zegt dat het zal gebeuren, zal het ook echt gebeuren. Does anybody have any doubt? No. Heeft er iemand enige twijfels? Very good. Heel goed. Sorry. So this is this we have to have this understanding we have to have with full conviction. Dit begrip moeten we hebben met volledige overtuiging. So Chaitanya Mahaprabhu said in every town and village it will happen in every town and village. Chaitanya Mahaprabhu heeft gezegd, in iedere stad en in ieder dorp zal het gebeuren. Now, if we consider Holland, how many towns and villages and cities are there in Holland? Als we nu Nederland nemen, hoeveel steden en dorpen zijn er in Nederland? A lot. A lot. We can't even count. We kunnen het niet eens tellen. So how many temples are going to be in Holland? Hoeveel tempels zullen er zijn? So then, how many temples do you have now? Hoeveel temples hebben we nu? Zero. Some said one, some said zero. Sommigen zeggen één. We have little temples. That's not, anyway. At the most we have, I don't know how many. But at least if we take your words, then I have to say at least there is one temple. Just one. Als ik jullie mag geloven, dan op zijn minst moet er dus eentje zijn. So how many temples should be there? Hoeveel tempels moeten er zijn? Allah. Okay. So who will build them? Wie zal ze bouwen? Who will build them? Wie zal ze bouwen? You all are quiet. Chaitanya Mahaprabhu will build them? Chaitanya Mahaprabhu zal ze bouwen? Yes. Chaitanya Mahaprabhu, if he wants, he can build them. But Chaitanya Mahaprabhu left this business up to you. He's giving you the opportunity. Als Chaitanya Mahaprabhu het wil, dan zal het natuurlijk gebeuren. Maar hij geeft ons de kans, hij geeft ons de gelegenheid om het te doen. Chaitanya Mahaprabhu is giving you all an opportunity to build many, many temples in Holland. Chaitanya Mahaprabhu geeft ons de kans om vele, vele tempels te bouwen. Prabhupada built how many temples once again? 108 temples. Thank you for reminding me. Prabhupada heeft 108 tempels gebouwd. Dank je wel. Dank je wel voor je ruimte laten herinneren. Now, all of you together, how many temples you are going to build? Prabhupada alone built 108 temples. And how many of you are here? Prabhupada heeft alleen in zijn eentje dus 108 tempels gebouwd. En hoeveel gaan wij nu met z'n allen bouwen? Met hoeveel zijn we hier? So many of you. Heel veel. So, how many temples should you build?
Hoeveel tempels? Okay, let us start one with Den Haag. Yes. Laten we in ieder geval beginnen met Den Haag. Let's start with one first. Laten we eerst met één beginnen. And I'm sure if you all sincerely try, it will happen. It will happen without any doubt. Ik ben ervan overtuigd dat als jullie alle het met oprechtheid proberen, dat het ook echt zal gebeuren. You know, I was invited by the Chief Minister of Madhya Pradesh in India to do something in Madhya Pradesh. Ik was uitgenodigd door de eerste minister van Madhya Pradesh in India om iets te doen. Okay. So when I went there, we decided to build something, do something in a place called Ujjain. Toen ik daar was, hadden we besloten om iets te doen in een dorpje genaamd Ujjain. And Ujjain is one of the seven most important holy places of India. En Ujjain is een van de zeven meest belangrijke heilige plekken in India. In India, in four places, Kumbh Mela takes place and Ujjain is one of them. In India vindt de Kumbh Mela, het festival, plaats in vier plaatsen en Ujjain is er één van. Do you know what is Kumbh Mela? Weet je wat Kumbh Mela is? Huh? How many of you do not know? Raise your hand. Hoeveel van jullie weten niet wat het is? Okay, so I'll just tell you. Kumbh Mela, do you remember at the beginning of creation, it was decided to get nectar from the milk ocean. Kumbh Mela, kunnen jullie herinneren aan het begin van de creatie? Was het besloten om nectar te halen uit de oceaan van melk. And it was decided that the demigods and demons will get together and churn the ocean to get the nectar. Het was besloten dat de demigods, de halfgoden en de demonen tezamen de melk zouden kangen en dat zou dan de nectar worden. So when finally the nectar came, Dhanvantari came with the nectar and they offered the pot. Then the demons and demigods started to fight to get the nectar. En toen de nectar inderdaad op een gegeven moment verscheen, begonnen de demonen en de halfgoden te vechten om de nectar. When they were fighting in this way, few drops of nectar fell. Toen ze zo aan het vechten waren, vielen een paar druppels van die nectar naar beneden. And those nectars fell on four places. And those four places are the places where Kumbh Mela takes place. En deze nectar viel dus op vier plekjes op aarde. En dit zijn de plaatsen waar de Kumbh Mela plaatsvindt. The word Kumbh means a pot. The pot of nectar. Het woord Kumbh Mela betekent de pot van nectar. So that these are the places where the nectar is there. Dit zijn de plaatsen waar de nectar zich bevindt. So Ujjain is one such place. Ujjain is zo'n soort plaats. Another importance of Ujjain is Krishna Balaram went to study in Ujjain in the Sandipani Muni's ashram. Een ander belangrijk punt van Ujjain is dat Krishna Balaram daar hebben gestudeerd in Ujjain. Whose ashram? In Sandipani Muni's ashram. Also, there are 12 Jyotirlingas, the 12 places of Lord Shiva, where Lord Shiva resides. Er zijn ook 12 plaatsen waar Lord Shiva verblijft, Jyotirlinga. And Ujjain is once a Jyotirlinga. And Ujjain is there. So in this way you can see, like Ujjain is a very important spiritual place. So I decided to do something in Ujjain on the invitation of the government of Madhya Pradesh. Dus zo zie je dat Ujjain een hele belangrijke spirituele plaats is. En daarom hebben we besloten op uitnodiging van de overheid van Madhya Pradesh daar iets op te zetten. So when we went there, the government gave us one place, which was a community center, quite a large place,
to use for our temple for 1 year only. Toen we daar waren, heeft de overheid ons een iets gegeven, een community center, voor 1 jaar. Therefore, I decided to build a temple within 1 year. Daarom heb ik toen besloten om een tempel te bouwen binnen 1 jaar. And I can tell you, I want to speak of a temple. I did not even build a shack in my whole life. Wat te spreken van de tempel? Ik heb zelfs nog nooit ooit een hut gebouwd in mijn hele leven. But I thought, yes, we'll build a temple in 1 year's time. Maar ik dacht van, laten we het proberen om een tempel te bouwen. So we had a press conference. All the newspaper reporters came, and they were asking me whether I'll be really able to build a temple within 1 year. Er was een persconferentie en heel veel verslaggevers vroegen dan ook van, bent u echt in staat om een tempel te bouwen binnen 1 jaar? So I told them, look, my spiritual master built 108 temples in 10 years. So can't I build one temple in 1 year? Ik legde uit, mijn spirituele leraar bouwde 108 tempels in 10 jaar. Dus kan ik dan niet 1 tempel bouwen in 1 jaar? And you know how long it took me to build a temple? Weet je hoe lang het heeft geduurd? It took me 9 months and 20 days. Het heeft me 9 maanden en 20 dagen geduurd. And it was a fully hand-carved marble temple with 10,000 square foot area. Het was een volledig met de hand bewerkte marmeren tempel. En de size? 10,000 square foot. 10,000 vierkante voet. Square foot. Yeah, I don't know how much it is in meters. But a meter is 1,000 square meter. Okay, dus 1,000 vierkante meter. 1,000 square meters. Yeah. And so anyway, and then when we were building the temple, some people asked me, how did you manage to build this temple in such a short time? En toen we de tempel aan het bouwen waren, vroegen een aantal mensen ons van, hoe hebben jullie het bewerkstelligd om zo'n tempel in zo'n korte tijd te bouwen? Some people even suggested that this should go to the Guinness Book of Records. Sommige mensen stelden zelfs voor om dit feit op te nemen in het Guinness Book van World Records. A full marble temple has been built such a short period of time. Een volledige marmeren tempel was dus gebouwd in zo'n korte tijd. That means it never had been such a temple built such a short time before. Er is nooit eerder zo'n tempel gebouwd in zo'n korte tijd. So anyway, they asked me, how did I manage to build it? In ieder geval, ze vroegen me, hoe is het je gelukt om zo'n tempel te bouwen in zo'n korte tijd? And I told them that when you serve the Supreme Personality of Godhead, then you don't have to worry about anything. He will make it happen. En ik legde uit, als je de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods dienst, dan hoef je nergens zorgen om te maken. Hij zal het zeker laten gebeuren. And I told them, I don't really know how it happened. It happened simply by His divine mercy. En ik legde uit, ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe het is gebeurd, maar het is simpelweg is het inderdaad gebeurd door de Allerhoogste goddelijke genade van. So when we sincerely try to serve the Lord will extend all His help, all His mercy. Als we oprecht proberen de Heer te dienen, zal Hij inderdaad al zijn genade aan ons schenken. But the important thing is that our intention should be sincere. Maar het allerbelangrijkste is dat ons voornemen, de bedoeling, dat het oprecht is. We should only try to please the Lord. That should be our only intention. Ons enige voornemen moet zijn om de Allerhoogste Heer te plezieren. That is one of the reasons why I wanted to come to Den Haag and have a program here. Simply to request all of you to get behind this project and make it happen. Then the Lord will be pleased. Krishna will be pleased. Dat is de reden dat ik naar Den Haag ben gekomen. Alleen maar zodat jullie samen kunnen werken. Om dit inderdaad te laten gebeuren. Want daar zal de Allerhoogste Heer geplezierd zijn.
When we build a temple, do we build it for ourselves? Wanneer we een tempel bouwen, bouwen we het voor onszelf? For whom do we build it? Voor wie bouwen we het? Very good, for Krishna. We build it for Krishna. We bouwen het voor Krishna. So if we are building it for Krishna, then all of us should become united and try to please him. Then the Lord will be pleased. Als we het voor Krishna bouwen, dan moeten we ervoor zorgen dat we met z'n allen ons verenigen en samen gaan werken. En dan zal de Heer geplezierd zijn. In this material nature we have many enemies. In deze materiële wereld hebben we heel veel vijanden. And you know who is our worst enemy? Weet je wie onze grootste vijand is? Who is our worst enemy? The false ego. Yes, mind also. And along with the mind comes the false ego. Yeah, de grootste vijand is dus het valse ego. What is the meaning of false ego? False ego means identifying ourselves with the body. Wat is de betekenis van het valse ego? Dat is dat we ons vereenzelvigen met het lichaam. False ego. False means what? Wat betekent vals of false? False means wrong, mistaken. Mistaken identity. False betekent dus ja, de verkeerde identiteit. What is our real identity? Wat is onze echte identiteit? Our real identity is that we are servants of Krishna. Onze ware identiteit is dat we een dienaar zijn van Krishna. And what is our false identity? En wat is onze valse identiteit? I am the Lord of... Very good. Yes. I can see there are so many wise devotees here. Ik kan zien dat er heel veel slimme toegewijden hier zijn. False ego is, I am the Lord, I am the master. I am the controller, I am the enjoyer. False ego betekent, ik ben de heer, ik ben de meester, ik ben de genieter. And the last one, I am the enjoyer. Ik ben de genieter, ja. Yeah. Yeah. I'm the guy, okay. Very good. So, are we actually the Lord or Master? Zijn we echt de meester en de Heer? Who are we? Wie zijn wij? We are the servants of Krishna. Wij zijn de dienaren van Krishna. So, when a servant serves the Master, does he think that it is for me, it is for my enjoyment, it's for my pleasure? Wanneer een dienaar Krishna dient, denkt hij dan van het is voor mij, het is voor mijn plezier? He thinks it's for my master's pleasure. Hij denkt het is voor het plezier, voor het genoegen van mijn meester. So similarly, we must develop this attitude when we come to serve Krishna. Op dezelfde manier moeten we deze houding ontwikkelen om tot Krishna te komen. We should give up our tendency to lord over and become the humble servant of the Lord. We moeten onze neiging opgeven om maar te willen heersen en een nederige dienaar worden van de Heer. And when you do that, you will see that how everything will begin to manifest by the mercy of the Lord. En als we dat doen, dan zullen we vanzelf zien hoe alles zich openbaart door de genade van de Heer. You see, Krishna is the supreme controller. We zien, Krishna is de allerhoogste bestuurder. And Krishna can make anything happen. En Krishna kan van alles laten gebeuren. Do you know the expression? God said, let there be light, and there was light. Kennen jullie de uitdrukking? God zei van laat er licht zijn, en er was licht. This world is in darkness. Deze wereld is in duisternis. Material nature is a place of darkness. De materiële wereld is een plaats. But when God said, let there be light, there was light. Maar toen God zei van laat er licht zijn, was er ook licht. Similarly, when God says, let there be a temple, there will be a temple. Op dezelfde manier, als God zegt van laat er een tempel zijn, dan zal er ook echt een tempel komen. But he says, let the devotees of Holland become united, then only it will become manifest. He left a clause in that. If he says, let there be a temple, immediately a temple will come up. But then, the devotees will become lazy. And devotees won't get any credit.
Hij heeft gezegd inderdaad van als er een tempel moet komen, dan kan hij dat zo doen. Maar hij heeft een clausule ingebouwd. Hij heeft gezegd van nee, de devotees, de toegewijden van Nederland moeten samenwerken. Anders worden ze lui. So Krishna actually wants to give the credit to his devotees. Krishna wil de verdiensten, de credit, aan zijn toegewijden geven. Yeah. Therefore Krishna makes this arrangement. Daarom maakt Krishna al dit soort arrangementen. The temple is already there. De tempel staat er eigenlijk al. But when the devotees get together and put their effort, then it will become visible to everyone. Maar alleen als de toegewijden tot elkaar samenkomen en inderdaad gaan werken, dan alleen zal het zichtbaar worden. Do you remember Srila Prabhupada meeting that Jewish gentleman in the park in New York? Kunnen jullie nog herinneren dat Srila Prabhupada die Joodse meneer ontmoette in het park? How many of you know that incident? Hoeveel van jullie kennen dat gebeuren? Okay, I can see that many of you don't. Ik zie dat heel veel van jullie niet weten. How many of you read Srila Prabhupada Lilamrita? Hoeveel van jullie hebben Srila Prabhupada gelezen? How many of you did not read Prabhupada Lilamrita? Hoeveel van jullie niet? Please raise your hands. Steek jullie handen op. So how many of you are going to read Prabhupada Lilamrita? Hoeveel van jullie gaan het lezen? Read Prabhupada Lilamrita. That's a beautiful book. Huh? You get to know Srila Prabhupada through that book. Mm. Lees alsjeblieft. Okay, so I'll tell you the story. Okay. Prabhupada just arrived in New York. Just a few days. One morning Prabhupada was walking in New York in a park and he was sitting on a bench. And one Jewish gentleman came and sat next to Prabhupada and started to talk to him. Srila Prabhupada was net aangekomen in New York en hij wandelde in een park. Hij zag daar een bank en ging daar zitten. En toen kwam er een Joodse meneer naast hem zitten. So that gentleman asked Prabhupada who he was and why he was in New York. And in course of the discussion, Prabhupada mentioned that how he just came to America and so forth. De Joodse meneer vroeg aan Srila Prabhupada wie hij was en wat hij daar kwam doen. En in de loop van het gesprek, he just came to New York. Oh ja. Dus hij kwam naar New York. Hij vertelde het verhaal. And then Prabhupada mentioned to him that he has many temples and many followers and so forth. En Srila Prabhupada legde uit aan hem dat hij dus heel veel tempels had en heel veel volgelingen. So that man said, you just came to New York. How can you say that you have so many temples? Zo de Joodse meneer zei van, hoe kan dat nou? Want je bent net gearriveerd in New York. Hoe kun je al zoveel tempels hebben? Prabhupada said, they are there. Only time is separating us. Srila Prabhupada zei van, nou, ze zijn er al. Alleen de tijd scheidt ons nog daarvan. So which meant Prabhupada knew that the temples will be there. It's only a matter of time. Dus Srila Prabhupada wist dat de tempels er eigenlijk al waren. Het was slechts een kwestie van tijd. By Krishna's mercy, the temples are already there. Door Krishna's genade waren de tempels er al. Only a matter of time for the temple to become manifest. Het is slechts een kwestie van tijd totdat de tempels zich kunnen openbaren. So similarly, the temples are there in every town and village. Op dezelfde manier zijn de tempels er eigenlijk al in ieder dorp en iedere stad. And in big cities there are temples in every street corner. En in grote steden vind je zelfs tempels op ieder hoek van de straat. Only time is separating us. Alleen de tijd schijnt ons nog van dat moment. Now let us start with Den Haag. Laten we beginnen met Den Haag. We got a piece of land. We hebben een stuk land gekregen. Mm. And Shamsundar Prabhu, did you tell everybody about the temple project? Shamsundar Prabhu, heb je iedereen verteld over het project, het tempelproject in Den Haag? Okay, so everyone knows about it. Dus iedereen. Now what are you going to do about it? Wat gaan we er nu aan doen aan dit project? Yes, help to build the temple.
Ja, we moeten dus helpen om de tempel te bouwen. De Mataji said that collect money. Mataji vertelde van misschien geld inzamelen. Okay, collect money and at the same time give money also. Dus niet alleen maar geld inzamelen, maar ook geld geven. And mind you, how many of you know Hindi here? Hoeveel van jullie kennen Hindi? Okay, most of you. Chote chote jal ke boode sagar ko bhar deti hai. Meaning, drops of water fill up the ocean. So, try your best and collectively it will happen. Do your best and tezamen zal het ook gebeuren. So anyway, and why only Den Haag? There will be temple in every town and village. So start off with Den Haag. Maybe after Den Haag, which city? Amsterdam. Amsterdam. Don't forget Rotterdam. Begin gewoon met Den Haag. En na Den Haag, welke stad? Rotterdam. Okay, like that. We build one temple and then we try to build another temple. And in this way, let Krishna consciousness movement spread. We bouwen één tempel, dan weer de andere. En op deze manier zou het Krishna-bewustzijn zich verspreiden. Now the question is, why do we need a temple? Nu is de belangrijkste vraag, van waarom hebben we een tempel nodig? We need a temple to worship Krishna. We hebben een tempel nodig om Krishna te aanbidden. That's the first consideration. Dat is de eerste beschouwing. We need temple to chant the holy name of the Lord. We hebben een tempel nodig om de heilige namen van de Heer te kunnen chanten. We need a temple to cultivate our Krishna consciousness. We hebben een tempel nodig om ons Krishna bewustzijn te cultiveren. We need a temple to protect our Krishna consciousness. Om ons Krishna bewustzijn te beschermen. So in this way, there are many, many reasons to have a temple to enhance our spiritual life. Op deze manier zijn er dus vele redenen om ons Krishna bewustzijn te versterken. Like, we need to go to a place. We moeten dus naar een plek kunnen gaan. Like, just consider how many movie theaters are there. Kijk maar, hoeveel bioscopen zijn er? Why do people need a movie theater? Waarom hebben een bioscoop nodig? To watch Maya. Om Maya te bewonderen. They need a place to worship Maya. Ze hebben een plek nodig om Maya te aanbidden. Now you consider that movie theaters has entered into every house in the form of a TV set. En nu kun je zien dat de bioscoop, dus ieder huis is binnengetreden in de vorm van een TV set. See, Kali has spread his influence not only in every town and village, in every house. Kali heeft zijn invloed verspreid niet alleen in ieder dorp, ieder stad, maar in ieder huis. Not only every house, every room. Niet ieder huis, maar zelfs op ieder kamer. So this is how Kali has taken over this age. Dit is hoe Kali dus dit tijdperk heeft overgenomen. Now what should we, the devotees of Krishna, do? Wat moeten wij, de devotees of de toegewijden van Krishna, doen? Should we try to defeat Kali or should we become defeated by Kali? Moeten we proberen Kali te verslaan of moeten we juist verslagen worden door Kali? How many of you want to be defeated by Kali? Hoeveel van jullie willen door Kali verslagen worden? No one. Niemand. Kali will be very upset. Kali zal erg teleurgesteld zijn. And how many of you want to defeat Kali? Hoeveel van jullie willen Kali verslaan? Very good. Then what do you have to do? Wat moeten we doen? We have to introduce Sankirtan everywhere. We moeten Sankirtan introduceren overal. And our point is, Kali has entered into every house, but we will bring everybody out of the house and bring them onto the street to make them chant Hare Krishna. En het punt is, Kali is ieder huis binnengetreden, maar we gaan Kali uit de huizen halen en naar buiten op straat. En ze allemaal bij Krishna brengen. That's why Chaitanya Bhagavat actually said, in this age of Kali,
actually the temples are the streets. In the time, streets are the temple. In the Chaitanya Bhagavat wordt gezegd, in de tijdperk van Kali, zijn de straten eigenlijk de tempels. Why? Because the Hare Krishna Mahamantra will be congregationally chanted on the streets of every town and village. Waarom? Omdat in de tijdperk, dus door het gezamenlijk chanten van de heilige namen, zullen de straten de tempels worden. And on the streets, you can't worship Kali. Kali this way, Kali will be defeated. En op straat kun je dus Kali niet aanbidden. En op deze manier wordt Kali dan bestreden. So first we train people in the temple to chant Hare Krishna. We make them understand why they should chant Hare Krishna. And then we take them all out onto the streets to chant Hare Krishna. Dus eerst laten we de mensen dus inzien waarom ze Hare Krishna moeten chanten. En dan gaan ze massaal de straat op en dan chanten ze. So that will be the Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. That will be the supreme victory of the holy name of the Lord. Dat zal dus the Sankirtan movement of the Lord. Dat zal de allerhoogste overwinning zijn van de beweging van de Heer. Okay, at this point I'll invite some questions. If you have any question, you can either write it down or you can ask. Okay, op dit moment is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie het uitspreken of misschien ook opschrijven. Yes. Can somebody give him the mic, please? Maharaji, I'd like to ask, if the temple is established by the devotees out of their cooperation, is the temple open for all the devotees regardless of from which branch of the Gaudiya Vaishnavas they come? Are they welcomed? Also they are charged. Well, I'll leave this answer to this question to the local authorities. I am not in the management here. But generally our ISKCON's understanding is anybody who accepts Srila Prabhupada as the founder acharya and the GBC as the ultimate managing authority, they are invited to ISKCON. Because ISKCON is an institution, it has a structure. The structure has to be honored. And the structure is that Prabhupada is the founder acharya, GBC is the ultimate managing authority, and whoever comes have to accept it. So if that's the case, then there's no problem of other Vaishnavas, other missions to come and to join. Yeah, as long as they do not come to steal the devotees from ISKCON. Yeah, because you don't allow a thief to come to your house. I understand, but everyone. Anyway, I told you it's a local management that will decide. You come as a gentleman, yes, you'll be invited. But if you come as a thief, then we have to call the police. Of course, I understand. Yes. I have now, we don't have a temple in Antwerpen for this moment. We have Namahata, and I need your blessing. Please give me a blessing, Maharaj. Sure, as long as it spreading the holy name of the Lord, you have all my good wishes. Thank you. Thank you very much. Any other question? Yes. And there's also said that every house should become a temple. Can you elaborate on that statement? Every house should become a temple instead. No, what I actually said is that every house has become Kali's temple. No, but I mean to say
every house should also become like a temple. Why every house? Every heart should become a temple after that. Yes. The heart means, you see, when you accept Krishna, Krishna is situated in your heart. And when you worship Him, He will manifest Himself. As a super soul, He will manifest Himself to the devotee as the Supreme Personality of God. Yes. And that's how. And the thing is, it's happening. Like, when people, the householders become devotees, they make their house into a temple. Because a householder, a grihastha, never thinks that his house is his house. He recognizes his house as Krishna's house. So that is how the houses become temples. They're already, yes, there are already many temples. Yeah, but we need also proper temples where the deity worship goes on according to the Pancharatrika Vidhi. So, any other question? Yes? Wonderful how you explain about your temple in you made Ujjain, in 1 year, actually in 9 months. Can you give us some technical information how you did that? Okay. Okay. Yes, I'll tell you. I mean, as I said, the first consideration was, you know, Krishna made it happen. Because who are we? What can we do? Everything happens by Krishna's mercy. But certain plans I made, certain, since you're asking, I'll tell you. You see, I spent about 15 days with the architect. You know, we worked very intensely to finalize the design. When the design was completed, I knew that the maximum time will take in carving the marbles. Because that takes a long time. So what I did is, right after finalizing the design, I went to a place called Makrana, where you get the finest white marble in India. Taj Mahal was built with the marble from Makrana. So I went there, and by Krishna's mercy, I knew the king of Makrana. And he was very helpful. And I told him about my plan of building the temple, and he told me he would help. And we gave him the design, and, you know, he helped me. You know, and the work started. So this was already in January. We did the foundation with groundbreaking ceremony on 20th of April. So about 4 months before, we even did the digging the land to build the temple.